Deze aflevering van Visblad TV vissen we in de stad. We beginnen bij het voer van Ben. Dit is snoepzaad, duivenvoer. Samen met hennep en lijnzaad. En lijnzaad vind ik fijn omdat dat die slijm afgeeft. Net zoals tijgernoten, zeg maar. Het is net behanglijm. En dan ja, gewoon blikmais. En dan nu die pellets er doorheen. En soms gooi ik er ook een flavor doorheen. Nou ja, wat ze bijvoorbeeld ook gebruiken om bolies mee te soken. Door je grondvoer voor, met het viederij. En dat gooi ik ook gewoon hier doorheen. Voordat Ben gaat vissen, legt hij verspreid door Ypenburg eerst 8 tot 10 kleine voerplekjes aan. Na de laatste voerstek beginnen we met vissen bij de eerste stekken, die inmiddels al een uurtje geleden zijn aangevoerd. Ben, we staan in Den Haag, jouw stad, ja. 070. Ja. Water zat hier, ook eindelijk een beetje voorjaarsweer, hè? Het zonnetje komt erbij, ja, de vogeltjes die fluiten. Vertel, wat gaan we vandaag doen? Nou, we zijn vandaag echt in Finexwijk, op de rand van Den Haag. En die Finexwijk die barst van het water, die loopt door de hele wijk heen. En dat water heeft een goed visbestand, brasem, zilt, karper. En de hoofddoel wordt vandaag karper en die gaan we belagen met het pennetje. Ja, we hebben net wat voerplekjes gemaakt, dus we kunnen eigenlijk dadelijk gelijk starten. Ja. Nu zijn we weer typisch bij zo'n plek, bij zo'n bruggetje. Nog even voeren en dan gaan we eigenlijk gelijk beginnen. Oké, en nou ja, goed, het weer is wat ik al zeg. Ja. Het kan slechter, maar heb je er vertrouwen in? Ja, ik heb er echt wel vertrouwen in. Die zon die moet wat doen, vooral na die koude dagen van de laatste tijd. Ja. Die vis wordt wakker hierdoor. Oké. Dus, nou, we gaan het meemaken. Ja. Ik ben heel benieuwd. Ik volg jou. We gaan de stad door, lekker struinen en dan kijken wat het oplevert. Nou, in tegenstelling tot het gevoerde voer, wordt het haakraad wordt krentenbol. Die vissen zijn nu lekker op de bodem aan het voeten. De krentenbol die drijft en het is dan de bedoeling dat die ongeveer zo'n stukje boven het laatste hageltje boven de bodem blijft drijven. Dat valt die vissen gelijk op en 9 van de 10 keer gaan ze er ook heel snel voor. Ja, dat is hoe we gaan vissen vandaag. Nou, het mooie van die krentenbol is dat het gewoon heel snel opvalt. En als ze dan vis oplegt, terwijl ze aan het vreten zijn, wat de bedoeling is, totdat het eerst opvalt. En het is ook nog zoet van zichzelf, dat vinden ze lekker. En 9 van de 10 keer pakken ze dat gelijk op, als ze er zitten. Ja, het heeft ook een voordeel met de bodem. Vaak is de bodem zacht. En dan wil er wel eens gebeuren dat je haakaas door het gevroed van de vissen eigenlijk verdwijnt in het blad wat op de bodem ligt. Ja, zoals ik al zei, die krentenbol die blijft drijven, dus die blijft er mooi een paar centimeter boven staan. Dus hoe ze ook vroeten, die krentenbol blijft zichtbaar. Ja, dan vinden ze hem gewoon sneller. Penvissen op karpen wordt vaak geassocieerd met de polder. Maar juist de stad en woonwijken zoals Den Haag-Ypenburg lenen zich perfect voor deze visserij. Met veel variatie qua stekken. Loop op een mooie voorjaarsdag maar eens aandachtig het stadswater bij jou om de hoek af. Grote kans dat je karper aantreft, met bovendien kans op echte bonusvissen. De stad wordt onderschat. Ja. Nou, ongelooflijk. Het is echt een unit van een graskarper. Dus die hebben we nog niet binnen als die wakker gaat worden. En dat lijkt hij nu te gaan doen. Oeh, mooie graskarper, joh. Ja, het was gewoon een weglopen, geen opsteken, niks. Ik had er eigenlijk al geen vertrouwen meer in, want het duurde al een minuut of 10 en ik zag geen belletjes, niks. Ja, ze staan er onbekend hoor, tot ze hier zitten. Ja, het is een goeie, het is een mooie. Hey, maar dit had ik niet verwacht, Ben. Je had het over brasem, giebel, zilt, karper. Nee, gaskarper, klopt. Heb ik jou niet horen zeggen. Nee, klopt. Zou je net zien. Ik wist wel tot ze er zaten. Ik heb er zelf nog geen één gevangen in dit stuk. Het is een dik hoor. En het is nog een dikke ook. Ja, hij is dik. Doe maar even rustig, ik zal vast het bordje klaarmaken. Ja, en ik had ook net een paar bellen op mijn stek. Ik denk, oeh. Kijk, hoor eens. Ja, dat is wel vaker met gaskarpers zo. Die zijn net diesels, die komen vaak in het begin langzaam op gang tijdens een drill, maar dan op enig moment, als ze bijvoorbeeld het net hebben gezien of echt wel door hebben van wacht even, er klopt hier iets niet, dan gaan ze. Die fase hebben we nou net
Nou, geen gehad. Nou, het ziet er alweer nou, beter uit. Voor. Ja, we gaan hem scheppen. Yes! Yes! Lekker! Oh, wat een lamp. Ah. Tik hem aan! Echt een dikke hoor. Wat een ding, joh. Ja, een bios, heb je echt een gaskarper op de mat, letterlijk. Hij is ook goed dik. Een echte gaskarper. Het is echt een grote. En als je het dan over een leuke bijvangst hebt, nou ja, dan denk je aan een zilt, maar dan denk je niet hier aan. Dit is wel echt een. Ik had er even geen rekening mee gehouden toen ik hem voor het eerst zag, maar ja, goed, het zwemt er wel rond. Ja, zeker. En ook op de pen met een relatief lichte hengel geen verkeerde vangst. Hé, hey, meten en wegen, dat geloof ik wel. Nee, dat laten we achterwege. Sowieso, maar ook met die gaskarpers, gewoon nee. Lekker snel weer terug. Dus, je moet sowieso niet te lang doen met gaskarpers. Lekker hij gaat snel weer terug. Lekker terug en dan... Ja, daar gaat hij. Hoppa. Robert natuurlijk die grote gaskarper heb gevangen en ik sta nog steeds op nul. Dan gaat die vangdrang wel heel erg kriebelen, zeg maar. Eigenlijk vlak voordat hij ving, kreeg ik ook aasbelletjes boven. Dus ik doe er gauw weer een stukje krentenbol aan en dan gaan we gauw verder. Bij stekjes ziet het er allemaal fantastisch uit hier. Maar waar leg jij nou op bij het bepalen van, daar leg ik een voerstekje aan? Ja, deze wijk heeft sowieso veel bruggen, dus elke brug is eigenlijk wel een goede kandidaat. Daar maak ik bepaalde keuzes in. Maar ook vooral de hoekjes waar de wind op staat, waar drijfveel in belandt. Daar kun je goed voerstekje aan leggen. En wat voer je per stek? Hoeveel? Nou, nu het nog vroeger voorjaar is, voer ik gewoon één simpel klein schepje. Maar dadelijk als de zomer echt er is en het water is goed opgewarmd, dan gaan er echt wel een paar flinke scheppen in. Okay. En qua tijd tussen het voeren en het vissen, hoe zit dat precies? Hoe lang wacht je en hoe lang mag het duren tussen het voeren en het vissen? Ja, nee. Ja, ik ben meestal toch wel een uur bezig met voerplekjes maken, want ik maak er meestal een stuk of 8, 9. En die voerstekjes die maak ik dan ver uit elkaar, dus dan ben ik met de scooter onderweg. Dus vanaf... de eerste voerbeurt en tot ik daadwerkelijk ga vissen zit meestal een uurtje. Nee. Ja, en omdat ik graag gebruik maak van snoepzaad, dat is nog fijner als duivenvoer. Ja, dan blijven die vissen toch wel heel lang hangen op die stek als ze het eenmaal gevonden hebben. Maar eigenlijk zeg je van 3, 4 uur na het voeren kan nog prima werken als, ja. Ja, als je maar met klein spul... Als ze het voer eenmaal gevonden hebben, dan blijven ze vroeten in die bodem, juist door die kleine korreltjes. Hoe lang vis je per stek? Even ervan uitgaan dat je geen aanbeet krijgt? Voordat je doorgaat? Maximaal 20 minuten. Maximaal. Maar qua witvis, nou, word je dan niet helemaal gillend gek van de volgens braas om zilte giebels? Of? Ja, je hebt inderdaad kans dat die je stek overnemen. Maar ja, met penvis is dat lang niet zo erg als dat je statisch gaat vissen. Ik bedoel, als je een braas omvangt, ja, die onthaak je, je zet hem terug en je kan weer door. En als je statisch gaat vissen, ben je al gauw weer een kwartier verder je alles weer op zijn plek hebt leggen. 3 uur 's nachts uit je slaapzak. Ja, precies. Ja. En het voordeel is van penvissen, je maakt natuurlijk meerdere stekken. Dus vang je een brasem, nou ja, je onthaakt hem, je gaat door naar de volgende en dan kom je hier over een uur weer terug. Oh ja, dat kun je natuurlijk doen, hè? Dat je weer dat je een stek... Ja, hebben? Oeh, nou. Over brasem gesproken. Ja, speaking of the devil, nou ja, dat mag ik niet zeggen. Maar het is in ieder geval vis. Ja, we hebben het er net over wat je nou doet als je bijvoorbeeld een brasem vangt. En we hebben onze strot nog niet uit of die pen die springt omhoog. Zo behoorlijk ook. Met als resultaat een beste brasem. Hij schoot echt zo, hoppatee, echt nog net niet als een raket naar boven. Ja, wat doe je dan? Onthaken, terugzetten en door naar de volgende stek. Heel veel mensen die denken bij penvis aan kleinere haken. Eigenlijk gebruik ik een haakmaat 6. Dat is voor veel mensen nog relatief groot. Maar ja, die behang ik meestal met mais of in dit geval dan met een krentenbol. Die haak valt weg en die karper die slurpt dat toch in zijn geheel naar binnen. Ja, de dobber. Heel veel mensen denken ook aan penvissen tot een dobber onder moet gaan en tot je dan pas mag slaan. En eigenlijk heb ik hem zo opgetuigd tot hij juist omhoog moet komen bij een aanbeet. En als die onder gaat, dan is dat vaak het gevolg van een lijnzwemmer door een vis. Nou, hoe ziet het eruit? Ik heb 1 stuitje op de lijn. De dobber. Ik zorg ervoor dat hij net iets te zwaar beladen is, zeg maar. Daardoor zinkt hij als je niet op de bodem legt. En daardoor weet je, als je dobber zinkt, dan moet je even je dobber iets verder afstellen en dan staat hij goed. Ik heb dus in dit geval hier een stuitje, schuivende dobber. Dan heb ik, onderaan heb ik 1 hageltje, die zit ongeveer 10 centimeter van de haak af. Je vist dus op de bodem, dus je dobber kan niet ondergaan. En op het moment dat je tot de vis je haakaas oppakt, komt het hageltje vrij van de bodem. En dan springt je dobber omhoog of, en hij valt zelfs plat. Ja, en dan weet je dat hij hem gewoon in zijn mond moet hebben. En dan sla je aan.
brazen. Brazen. Weer een brazen. Weer een brazen. Het water in en rond de stad ligt helaas vaak vol met afval. Neem daarom tijdens of na je vissessie altijd even de tijd om wat rommel op te ruimen langs of uit het water. Zo houden we samen ons mooie viswater schoon. Ben, bedankt voor een leuke dag. Aardige actie. We hebben zo'n beetje alle soorten voorbij zien komen. Ja, vooral brasems. ook nog een aardige grasbak, zeg ja, maar. Dus, dat is ook wel een aardige verrassing. Geen normale karpen, geen schub- of spiegelkarpen, maar ja, kan gebeuren, hoort erbij. Jullie lezen meer tips van Ben over het penvissen op karpen in het mijnummer van het Visblad. Vergeet je ook niet te abonneren op ons YouTube-kanaal. Dan zeg ik tot de volgende keer.